Welkom allemaal weer een gloednieuwe aflevering Notenroef 112, oftewel Emergency 112 bij Preway Gaming. Ik heb besloten vandaag op zondag wederom een aflevering omdat die gisteren zo goed ontvangen is. We duiken gezellig gelijk met elkaar wederom de game in. Het is allemaal fijn. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. De missies zijn random. Ik hoop dat er vandaag een ongeval met een beknelling tussen zit of een dikke woningbrand. Dat zou ook wel cool zijn, maar daar hebben we gewoon totaal geen invloed op. Dus, hey, het is nog donker ook. Het is donker. Wat we gaan doen? Nou, ik weet niet. We gaan even een keer kijken of ergens anders een... Als het goed is, stond er ergens een redvoertuig. Een redvoertuig, dat is zo'n met zo'n haakarm aan de achterzijde. En dan zou je dus wat meer dingen kunnen hebben. Hoe zeg je dat? Meer equipment of zo? Hier zie ik nog een ladderwagen en een TS en een waterwagen. We gaan gewoon op onderzoek uit. We gaan rennen. We gaan lekker rennen. Ik heb ook de settings even wat hoger gezet. Dus het kan zijn dat het weer ook door mijn settings komt. Kijk, hier zien we een vrachtwagen. Hier zien we de ambulances. Hier zien we volgens mij meerdere bakken die op die opleggen kunnen. Dat is op zich ook wel geinig. En dus denk ik de oefentoren. En een voetbalveldje kunnen we voetballen. Hey, dat zou kikker zijn. Er ligt een bal. Nou. Daar komt hij, de nieuwe Messi. Kunnen we scoren? Nee. Oh, dat is wel jammer. Leuk doeltje. Het zal wel kicken zijn. FIFA en Notenroef. Hey. Nou, ik hoop in ieder geval. En een basketbal. Dat snel maar niet komt. Dan we lekker kunnen gaan blussen. Hey. Op deze gure ochtend. Ik las trouwens ook dat er meerdere mensen kijken. We gaan als Fire Engine. En dan gaan we als nummer wie? Dan gaan we de Head of Squad Attack. Dus het hoofd van de coordinates firefighting for both outside attack and inside wearing respirator is executive force of for rescuing people. Attack Squad Leader. Dat is dus de bevelvoerder. Attack Squad Crew. Water Squad Leader. Oké, nou ik ga in ieder geval als attacker. We hebben een melding. Oké. Alarm. Achtung. Anschuss. Alarm. Alarm. Schnell, rennen. Ja, dat is niet eens Duits volgens mij. We moeten rennen. We gaan naar een... Ik weet niet waar we heen. We gaan naar een brand. Iets staat gloeiend in de fik. Oh, ik ren zo achter de ambulance hier aan. Ze wachten toch wel op mij. Ik moet hierheen. Nou, zo zie je me weer. Al het goede komt van. Melk in die koeien, dat dacht ik. We gaan hier eens naar binnen. Kijk, zit daar. We zitten erin. We gaan kijken. Kijk, we hebben er zin aan. We missen er nog eentje. Denk ik. Niet dus. Daar gaan we. Ja hoor, daar gaat hij. We zijn uitgerukt. Helemaal, we gaan lekker. De sirene gaat erop, denk ik. 1, 2. Daar gaan we. Nou, we zijn onderweg naar een brand van een winkel, dacht ik. Maar, oh. Of niet? Holy shit, er zat een vrachtwagen in de fik. Nou, in ieder geval, ze gaan de waterwinning opzetten. Steven gaat gewoon blussen. Steven heeft helemaal geen zin in die waterwinning. Oh, we moeten wachten. Oh, een ladder en een waterwagen en de ambu. voor dit. Kijk, helemaal knetter. Kijk hoeveel. Dat is niet normaal. Start de missie. Nou, dan gaan we. Uitstappen, uitstijgen. Nee, die wil ik niet. Doe die bakjes open. Zit hier ook een blusser? Nee, die zit alleen aan deze kant. Dus even. Q. Oh ja. Kijk, daar gaan we. Zij gaan de waterwinning opzetten. Ze doen maar. Ik ga blussen. Dus kijken of we wat first person kunnen. Kijk. Gaan we hem even een beetje nat maken. Je ziet geen stoom. Ik ben nou eigenlijk de enige die gaat blussen, of niet? Dus ze hebben wel de waterwinning opgezet. Dan gaan we gewoon blussen. Hey. Blussen. Kijk wat er nou gebeurt op het moment dat je niet blust. Of die dan weer compleet in de fik gaat. Ik denk het wel. Dat zou wel cool zijn.
We gaan ook gewoon echt de haakarm inzetten, of niet? Of de haakarm, de ladderwagen. Helemaal knetter. Nog meer slangen. Nou ja. Beetje water die bak in maaien. Goed de benzinetank even koelen. Denk ik. Misschien moet je wel omhoog spuiten. Dan valt het erin. Fontein. Hey! Zet die bitch uit mijn keel te stelen hier. Krijg nou wat. Nou, we blussen met z'n tweeën. Gezellig. Nou, gaan we die vrachtwagen even blussen. Ik ga hem blussen. Hoi! Nou, volgens mij is het uit als ik het zo zie. Ga jij eens even weg? Hier, hier. Ah, zodat het varkentje eens even was. Nou, in ieder geval, wij hebben het brandje geblust. Kijken of ze het weer gaan opruimen. Denk het wel. Wij stoppen in ieder geval even de slang terug. Kijk, zo lekker. Ik weet alleen niet of ze wat uit deze lades gehaald hebben, maar dat gaan we snel zien. Zo te zien niet. Dat is mooi. Kijken of we hem weer dicht kunnen doen. Even kijken. Ja? Mag nog niet? Oké. Okay. Het mag nog niet. Nou, in ieder geval de hoogwerker is alweer klaar. Ik weet niet van wie deze onderdelen zijn, maar die zijn van de waterwagen denk ik. Of van de ladderwagen. Een van de twee. Waarschijnlijk komt die kerel dan, die is wel uit de bakkie. Ik weet niet wie dat op moet ruimen. In ieder geval ik niet. Ik kan die op zijn boerenfluitje schrijven. Dan zullen we anders eens even deze spullen gaan opladen. Kijken of dat werkt. Niet. Nou. Oh. Nou heb ik ook nog een host te pakken. Kunnen we die terugleggen? Nou, dat dacht ik. Volgens mij moet hier nog wat liggen. Volgens mij is dat hulpstuk hier zo. Jazeker. Dat ken je niet anders. Remove. Inderdaad, opbokken met die slang. Wegwezen. Ik wil mijn stukje hebben. Zeg hè. Hier met die handel. Kijk, ik moet toch hier? Jazeker. Nu al zetten. Nee. Daaronder. Oprapen. Moet dat niet hier? Nou hier, dan mag je het opkomen halen. Voor mij is het niet. Ofwel. Ik weet niet. Waar legt hij het neer? Ah, hij gaat het wel op. Nou, dan pakken wij deze. Pick up. Die moeten volgens mij ook nog in. Kijk, daar moet hij. Zie je wel, we moeten gewoon nog even de bende opruimen. Kijk. Precies. Dan kunnen we ook nog even deze opruimen. Nee. Oh nou ja. Wat heb ik nou weer in mijn handen? Ik heb iets in mijn handen. Of niet? Heb ik iets in mijn handen? Nee. Dat blijkt zo. Nou ja. We hebben ons afgehangen. Hij loopt nog steeds als een kanariepietje rond. End of B-hose. Volgens mij hebben we een fout. Hier. Squad status. Ja hoor, maar ik. Nou, kijk even. We gaan wel even. Kijk wat hij doet. Kijk, dan stapt hij weer in. Nou ja, in ieder geval zit ik er nou weer in. Dan gaan we op naar de volgende missie. Althans, op naar de volgende missie. We gaan natuurlijk eerst retour post. En dat is natuurlijk om de hoek. Maar ik hoop dat er snel een nieuwe melding komt. En ik hoop echt dat het een of zo'n woningbrand is. Of die voertuigenknelling waar ik het net over had. Ik heb er echt nul ervaring mee. Maar als ze een heel blok kunnen fixen, dat lijkt me ook wel lachen. Dat is natuurlijk niet heel erg realistisch. Is het nou aan het bliksemen? Dat lijkt het wel op, hè? Ja, dat kan natuurlijk. Het kan altijd rot weer zijn. Dat, naadje. Gelukkig is die mist even opbouwd zo meteen. Dan zien we wat meer. Op zich maakt het voor het blussen niet heel veel uit. Het spel is alleen wat minder
ja, de views wat, hoe zeg je dat? Wat minder. Gaan we nou achterlangs of? Nee, ik ben er zo. Hij maait hem naar achteruit in. Stuurmanskunsten. Voor de rest. Ik weet niet wat de rest doet eigenlijk. Die doen precies hetzelfde trucje. Nou, dat is wel een goeie. Zo, nou, dat doet hij goed. Nou, dan staan we hier. Ah, sorry, we zijn inzetgereed vanaf het station. Dat dacht ik. Nou, dan stappen we uit en dan gaan we weer even de marathon rennen. Kijken of we nu wel kunnen voetballen. Zal waarschijnlijk wel niet, maar... je weet het niet. Nou, dan gaan we even wachten op de nieuwe melding en dan zien we jullie zo. Nou, welkom terug. We hebben een persoon beklemd. We gaan als... Wat gaan we doen? Head of Attack Squad? Nee. Nee. Dus Executive Force for Rescuing Persons. Dan zijn we die weer. Dan gaan we. Sprinten. We gaan weer richting de wagen. We zijn nu, als het goed is, de eerste... Verkeersunfall VU3. Ja, ik heb... Einsatzvuur. Ja hoor, daar gaan we. 1, nummer 1. Dat zijn wij. Rennen maar. Ja hoor. We hebben een ongeval met letsel. En als een beknelling. Hopelijk ren ik nou wel in één keer goed. Jazeker. Ja, zet hij. Nou, in ieder geval, zo ben ik weer de laatste die in de TS zit, zo te zien wel. Geef niet. We gaan weer de richting. Nou, we hoeven nog geen perslucht op. Of ademlucht heet dat, hè. Hebben we wel het hoedje op? Daan, we hebben het hoedje op. Maar richting ongeval beknelling op de snelweg. Geen brand, tenminste dat denk ik. We gaan ervan uit dat er iemand bekneld zit. Dus dat is de melding die binnen is gekomen. Dus dan hoop ik dat we zo gaan knippen. En dat misschien die haakarmbak waar mensen het om gevraagd hebben. Dat die er dan ook is. Ja. Sirenes zijn aan. We zijn richting het ongeval. Het ongeval is hier al. Dat is het schild. Er zit inderdaad één auto helemaal in de poeiers. Om te wachten tot iedereen er is. In ieder geval is daar... de ambulance dubbel. Oh. Nou ja. We gaan uitstappen. Eens kijken wat ze allemaal gaan pakken. Kijk, ik moet dat ding hebben. Die gaan we pakken. Alleen een beetje gebukt. Kijk zo. Yes, ja, zet hij. Kijk, die moeten we hebben. Dan gaan we knippen. Knippen, knippen, knippen. Dan gaan we kijken of die persoon uit de auto... Dit is wel vet trouwens. Dus, kunnen we dat first person doen of is dat... Ik heb geen idee hoe dit werkt. Nee, dat werkt dus niet zo. Oh, en ik moet natuurlijk gewoon hier zo voor staan. Gaan we spreiden. En ze spreiden. Geen knip. Geen kniep. Dus geen kniep. Oké. Okay. Dan ga ik denk de accu los trekken. Of niet? Ja. Dat dacht ik al. Nou moeten ze even klemmen onder de wielen gaan zetten, denk ik. Ik weet niet of zij dat doen of dat ik dat moet doen. Ik denk dat zij het doen. Kijk, inderdaad. Dan komt de sheriff. Sheriff Kopstout. Die legt even klem. Nou, ik denk dat ik het wel moet doen. Maar dat reed niet, dan gaan we even rennen. Kijk. Precies. Ze me wel met zijn knuizen van mijn hydraulische ding afblijft. Precies. En nu? Dan gaan we een schaartje weer pakken. Ja, zet hij. Gaat... Hij mapt even die hele deur aan gruzelen. Ik wou net zeggen, even op zout, pik. Aan de kant. Dan gaat hij, spreiden maar. Lekker hoor. Dan gaat hij, deurtje eruit. Zo. En nu? Niet enthousiast allemaal.
Oh, hij komt ook met een tool. Gaan we eens even van die bij bekijken. Wat gaat hij doen? Wat is dat? Oh, nog een ding. Oh, hij knijpt waarschijnlijk het laatste metaal door. Hij heeft, de arts hier heeft er geen zin meer in, denk ik. Die heeft iets van... Oh, hij haalt die persoon eruit. Dat is vet. Nou, dan moeten we denk ik ook nog even die olie opruimen, zo. Collect the fuel with the absorbent. Understood. Nou, dan gaan wij in ieder geval even deze troep terugleggen. Oké, dan gaan we even kijken. Hij is nu de olie aan het opruimen. Gaan we even kijken hoe hij dat aan het doen is. Ah! Kijk! Kijk of we een bezempje hebben. Die hebben wij. Oh, we mogen gaan vegen. Dat meen je niet. Pick up the broom. Nou, broom, 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 broom. Dame. Lekker veeg, jong. Nou, dat dacht ik. Hier, vegen maar. Volgens mij is het klaar, of niet? We hebben de vuil. Helemaal, we zijn helemaal knetta. We hebben de benzine opgeruimd. Alle hulpstokken worden nu weggehaald. Die kerel is uit zijn auto bevrijd. Moet hij niet meegenomen worden naar het ziekenhuis? Ja, dat is trouwens ook niet mijn probleem, maar... Auto's moeten niet afgesleept worden. Ja, dat kan natuurlijk... Dat kan waarschijnlijk ook niet. Waarschijnlijk even die... Zo, 1, 2. Precies, die kan dicht. Gaan ze waarschijnlijk allemaal instappen, of niet? Ah, nee. Nee, ze gaan die rollen dingen nog terugleggen. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Zit dan. Nou, ik zit. Dan gaan we weer de retourpost. Denk ik. We zijn in ieder geval weer klaar voor inzet. Ik weet alleen niet wat er hier... Oh, ik zit op zijn plek. Ja, dat ken natuurlijk niet. Laten we anders even hier gaan zitten. Kijk. Stapt de sheriff... Hockey ook in? Nee. Wat is hij aan het doen? Ik mag niet... Ja, het zal wel. Nou, dat was het dan voor vandaag. Het spel is vastgeslagen, denk ik. In ieder geval wil ik heel erg bedanken voor het kijken van deze noodgroepaflevering. Ik ga binnenkort ook weer de Mannen van de Dam opnemen als mijn eigen server meewerkt. Ik heb weer een aantal mensen gevonden die mij daarin kunnen ondersteunen. Dat wordt hartstikke fijn. Daar hoop ik ook een paar goede afleveringen weer van te kunnen maken. Laat hieronder gelijk even weten in dit filmpje welke meldingen jij wil zien. Want dan kan ik dat gaan opschrijven. En degene met de meeste likes, die zullen we sowieso gaan spelen. Voor de rest... Hoop ik dat al met de nieuwe TS te kunnen doen. Ik heb in ieder geval wel een andere versie. Die is nog niet af zoals het hoort. Maar hij doet het. Dus dan gaan we gewoon mee rijden. Zonder die controle aan de achterkant. Zoals je bijvoorbeeld hier ziet. En andere zaken. Het is natuurlijk wel een hele andere autospuit dan die ik heb. Maar dat komt wel goed. Dus nou, in ieder geval hartstikke bedankt voor het kijken. En tot morgen.